natuurlijk wel een beetje spanning. Ik bedoel, als je na zo'n lange tijd geen wedstrijd hebt gespeeld, dan is dat toch wel allemaal een beetje gek. Maar op zich vooral relaxed en gewoon blij dat ik weer eindelijk kon spelen. Een jaar geleden scheurde Patrick Joosten zijn voorste kruisband op de training. Wat volgde was een operatie en een jaar revalidatie. Vrijdag 16 februari was zijn rentree daar. Joosten deed de laatste 20 minuten mee tijdens Helmond Sport Jong Utrecht. Heb je wel eens gedacht toen je in Zeist aan het revalideren was, kom ik nog wel goed terug op dat veld? Ja, tuurlijk heb je wel eens van die twijfels die door je hoofd gaan. Ga ik nog wel niveau halen of dit of dat. Maar over het algemeen gewoon een grote lijn heb ik wel altijd gewoon vertrouwen gehad dat dit gewoon goed zou komen. Het is natuurlijk een wedstrijd die bepaalt of je kan spreken van een redelijke start of een valse start. En dus gaat Joosten nu ook op avontuur. En nu, de rest van het seizoen. Eerst nu, volgende stap is 45 minuten spelen, dan die opbouw maken naar 90 minuten. Ja, als dat allemaal goed gaat, dan wil ik wel zo snel mogelijk ook weer echt in de selecties van 1 zitten en gewoon bikkelen voor wat daar mogelijk is. Gewoon lekker aan de bal zijn, lekker voetballen en dan komt de rest denk ik wel vanzelf. En richting het einde van het seizoen, dan kan FC Utrecht wel een beroep doen op die snelle Patrick Joosten, of niet? Ja, dat komt wel goed, ja.